We zijn nu in het facilitair centrum bij Was en Strijk. Op het facilitair centrum gebeurt echt heel veel. Er komt hier de vuile was binnen, die wordt gesorteerd. Die wordt uiteraard gewassen, gevouwen, gestreken, opgeruimd. En op deze locatie werken medewerkers van Oro en cliënten van Oro sinds kort samen in een werkpost. Onze cliënten zijn eigenlijk gewend om binnen dagbesteding te werken. Dus het is heel uniek dat ze nu echt daadwerkelijk tussen het bestaande personeel van het facilitair centrum mogen werken. Toen wij vernamen dat er cliënten op de werkvloer zouden komen, toen was het vooral aftasten van wat kunnen ze en wat kunnen ze betekenen voor ons in de dagelijkse vouwmethodes. Ja. Onze cliënten van complex gedrag die hebben naast hun verstandelijke beperking ook een psychiatrische problematiek. Te denken aan autisme, hechtingsproblematiek of een syndroom. En je ziet dat spanningen snel op kunnen lopen. Bij sommige cliënten die hier de eerste keer binnenkwamen, hadden we ook wel gelijk allemaal van, gaat dit überhaupt wel werken? Want het was ook daadwerkelijk heel erg. In die zin van met deuren smijten, schreeuwen, gooien, dat wij onszelf ook redelijk bedreigd voelen. Nou, je kunt je voorstellen als hier een cliënt komt die schreeuwt, karren omgooit, bijzonder gedrag laat zien waar veel mensen niet dagelijks mee geconfronteerd worden, dan kan je daar best onzeker voor worden of angstig als je iemand niet kunt lezen. Doordat je een aantal tools aangereikt krijgt van begeleiders, begin je dat gedrag beter te begrijpen. En dan zie je dat die kar omduwen eigenlijk een schreeuw is van het is mij niet duidelijk of ik vind het spannend vandaag. Wij zijn er altijd als begeleider bij. Wij vertalen ook richting het facilitaire team wat er gebeurt. Soms in de situatie, maar vaak ook achteraf. Ja, dan is het echt aan de begeleider om te ontdekken wat is er los, wat is er mis. En gedrag daarmee ook te stabiliseren. Al vanaf het begin hebben we de medewerkers meegenomen in dit hele proces. We hebben ook gevraagd en met hun in gesprek gegaan van goh, welke taken en deeltaken, wat zie je nou op de werkvloer als taken die ook uitgevoerd zouden kunnen worden door eventueel cliënten. En vanuit de dagbesteding hebben we echt onderzocht, wordt onze cliënt gelukkig van dit soort werken en wat levert het op? Is inderdaad die context zo duidelijk dat ze eigenlijk meer geactiveerd worden en als werknemer op de kaart worden gezet? Het is echt een must om in een bestaand team te mogen werken, zodat ze ook de support van het huidige team hebben, van de mensen met de kennis eigenlijk. En daarvan zie je dat ze echt groeien en dat ze met plezier komen werken. Ze hebben ook werkkleding ontvangen. Ze tellen gewoon helemaal mee en daarmee streven we echt dat normale leven na. Het is fijn dat het allemaal zo normaal mogelijk en gelijk wordt getrokken. Hè? Maar je kunt je ook voorstellen, als die behoorlijk aanwezig zijn in een kantine en je hebt de hele dag in de productie gewerkt en je hebt jouw half uur pauze, dat ook belangrijk is dat jij goed tot rust komt. Het heeft echt tijd nodig om voor onze cliënt om te kunnen wennen, maar ook voor de medewerkers facilitaire dienst. En dan zie je eigenlijk in een kort tijdsbestek dat er toch heel veel stappen gemaakt worden, dat er vooruitgang te zien is en ja, dan boek je samen successen. Qua werk is dat een hele verrijking voor het hele team, zoals we hier allemaal staan. Ja, om dat gedraaid te krijgen, iedere keer, om daar je energie en alles in te steken. Het is een feest om het te mogen doen. We hebben nu natuurlijk de deuren opengezet voor complex gedrag. Maar buiten dat liggen er hier nog heel veel taken en werkzaamheden die door allerlei mensen gedaan kunnen worden. Mensen die aan het reïntegreren zijn, die nog arbeidsritme op moeten doen, op tijd opstaan, naar je werk komen, in een sociaal team functioneren. Al die werkzaamheden kunnen hier geoefend worden. Dus we willen nu in de toekomst vooral die plek voor de cliënten met complex gedrag behouden, maar daarnaast ook de deuren openzetten voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.